En wat ik wel dacht toen ik me opgaf, nou, ik zou het einde kunnen halen. Als ik dat niet had gedacht, had ik zeker me niet ook niet opgegeven. Je wil het wel zijn. Dit was wel echt de grens die ik ben overgegaan. Maar niet voor. Maar je wil het niet worden. Daphne Spreenuit Rolde is de wereldkampioen obstacle course racing van 2022. Daarvoor moest ze een loodzwaar off-road parcours met water en hindernissen bedwingen. Loop pas! En dit seizoen was ze deelnemer aan het tv-programma Kamp van Koningsbrugge. Kom, Daphne! Daarin wordt gekeken of gewone burgers fysiek en mentaal sterk genoeg zijn om de opleiding van de Special Forces te kunnen doorstaan. Ja, de grootste reden is om mijn zus echt trots te maken. Zij heeft een auto-immuunziekte, is redelijk vaak ziek en als iemand het weet hoe je continu maar weer op moet staan, tegen pijn moet vechten en alles, is zij het wel. En natuurlijk ook mede voor mezelf en kijken hoe mentaal en fysiek sterk ik gewoon ben. Ja. In het programma laat ze zien dat ze als voormalig wedstrijdzwemster niet in paniek raakt bij oefeningen in het water en over veel kracht en conditie beschikt. Ook het kaartlezen en navigeren gaan haar goed af. Maar daar zit volgens Spreen ook niet het zwaartepunt. Puur omdat alles zo vlot op elkaar komt en je geen slaap hebt, niet weet wanneer je eet. Ook weinig eten in verhouding met nou ja, wat je natuurlijk doet. En dan merk je dat de spierpijn erin begint te komen. Dat je de gedachten sneller de andere kant op gaan dan je normaal. Het wat emotioneler wordt. Ja, en al dat maakt het gewoon echt enorm zwaar. Maar in de hellingproef gaat het mis. De deelnemers moeten omhoog lopen met zware boomstammen. En Spreen is, na het later blijkt, een blinde darmontsteking aan het ontwikkelen. Koen, kan de balk afzuigen? Ik ga stoppen mee. Nee joh. Nee, ik stop ermee. Het gaat echt niet. Het gaat echt niet goed. Toen duurde dat nog zoveel erger op de buikpijn die ik had op dat moment. Ik ben er klaar mee, jongens. Je bent er klaar mee? Ja, ik ben het af. Ja, toen kon ik gewoon even niet meer uit die donkere gedachten in mijn hoofd kruipen. Toen wilde ik gewoon echt mee stoppen. Ja, het doet wel pijn. En jij moet dat een plekje zien te geven in je hoofd. Ja. En dat is jouw werk en niet mijne. Oké, nou, ga rap onder die balk staan. 3, 2, 1, hup en op. Gaat lukken. Ja. Toch weten ze haar nog om te praten. Ja, dank je. Alsjeblieft. Dat gaf echt heel veel woede in mij, ja. Woede? Ja, woede, boosheid, ja. Op jezelf? Op mezelf, maar ook op Ray en Dai die daar gewoon zeiden, nee, je hebt geen last van je buik, je hebt last van die balk. En dat ik denk, ah, heb ik niet. Luister nou eens. Ja. I hurt myself today. Spreen volbrengt met haar laatste krachten toch nog de hellingproef. Maar daarna is het echt klaar. Ik stop ermee. Dat zei je net ook, hè? Nee, nu echt definitief. Mijn lichaam bouwt het niet vol. Blijk. Er zat gewoon niks meer in. Je lichaam houdt het niet vol. Nee, dat wil gewoon echt niet meer. Vond je het moeilijk om het terug te zien? Ja, ik moet zeggen bij aflevering 3 en toen ik eruit ging in aflevering 4 dat ik toch ook wel een potje gehuild heb. Ja, heel eerlijk, ja. Dus ik stop er echt mee. Dan gaan we dat ook echt doen. Had je iets onder de leden? Ja, ik heb uiteindelijk blinde darmontsteking gehad, dus ja. Daar opgelopen of had je dat al? Oh. Ja, dat is maar de vraag. Ik denk dat het daar is ontstaan. Helaas. Ja, ik ben echt super ziek nadien geweest. En heel veel pijn gehad. Ook nog heel veel overgegeven. Voor mij voelde het soms dat mijn kamp van Koningsbrugge pas begon toen ik thuis was. Ja, en dat was echt immens. Maar nu ben ik volledig hersteld daarvan. Dus daar ben ik heel blij om. Als je zelf terugkijkt, vind jij dan dat jij te ver bent gegaan? Nu denk ik zeker dat ik te ver ben gegaan. En toen ik al zei van dat ik op wilde geven bij die balken, had ik dat ook gewoon echt moeten doen. Ja, dat was niet slim. Maar ja, slimme dingen, dat bedenk je op dat soort momenten niet.